Welkom naar Creatief met Rebecca. Het is vandaag weer tekentijd. Ik heb mijn potloden klaar liggen. Ik heb mijn waterverf en gouache al klaar liggen. En natuurlijk mijn art journal van de Action. En in mijn etui heb ik natuurlijk mijn krijtjes en mijn Posca pennen zitten. En zoals ik laatst al liet zien, geef deze video vooral even een duimpje omhoog. En mocht je hier nou nieuw zijn, dan heet ik jou natuurlijk van harte welkom. En ik zou het leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal. Mocht je graag notificaties ontvangen wanneer ik een video upload, druk dan even op het belletje. En we gaan vandaag weer een meisje tekenen. En ik begin natuurlijk met de basis, met een rondje voor het gezicht, een half rondje voor de nek, de schouders. En dan deel ik het gezicht natuurlijk in tweeën, zowel voor de ogen komen natuurlijk op de middenlijn. Zo ook de oren komen ook op de middenlijn. En natuurlijk de neus komt net tussen de ogen. En onder de neus komt natuurlijk de mond. En mocht je nou geen art journal hebben, je kunt ook gewoon een waterverfboekje gebruiken. Of een schetsboek. Ook in een schetsboek kun je heel leuk met waterverf en krijtjes natuurlijk kleuren. Ik maak natuurlijk de kleding bij en voor de kleding kijk ik regelmatig even Pinterest van hoe ik het teken, welke patronen er zijn. En daar laat ik me heel vaak inspireren door de mode van alle dag. Zo ook de haardracht kijk ik altijd even Pinterest van nou, wat voor kapsels kan ik doen, wat voor kleuren kan ik gebruiken. En daar haal ik inderdaad gewoon heel veel inspiratie uit. En ik vind het altijd leuk om in mijn tekeningen verschillende materialen te gebruiken. Of het nou postkapellen zijn, krijtjes of waterverf. Ik zal vooral zeggen, ga gewoon lekker experimenteren met de verschillende materialen die je in huis hebt. En waarschijnlijk komt misschien iets heel verrassends uit. En ik ga beginnen met inkleuren van het gezicht. En hiervoor gebruik ik gouache van Winsor & Newton voor. En het is huidskleur. En gouache is natuurlijk een combinatie van waterverf en acrylverf. Hoe meer water je bij de gouache doet, hoe dunner die wordt en waardoor het eigenlijk meer op waterverf lijkt. Gebruik je nou heel weinig water, dan zal de gouache veel dikker blijven. Maar ook Prima watercolors heb ik bijvoorbeeld ook de Set Complexion. En in de Set Complexion zitten allemaal huidskleuren. Van lichtroze tot bruin tinten. En als ik het gezicht ingekleurd heb, dan ga ik verder met het haar. En dit keer ga ik het haar zwart verven. En ook tekenen is natuurlijk een grote hobby van mij. En ik heb echt wel heel veel verschillende tekencursussen gevolgd. Ik heb het al vaker genoemd. Hè. Via Pippa Knus, maar ook via Nienke Vletter volg ik tekencursussen. En je hebt ook nu de site Domiska. Dat is echt super leuk. Je kunt daar gewoon verschillende workshops volgen. En per workshop is het tussen de 14 à 20 euro en je leert daar verschillende leraren. Het is al wel vaak in het Engels of in het Spaans of in het Duits, weliswaar met Nederlandse ondertiteling. Kun je gewoon verschillende soorten workshops volgen. Ook dat is echt super leuk om te doen. En het voordeel is, je kunt gewoon lekker thuis in je eigen tempo volgen. Als ik het haar geverfd heb, dan pak ik een beetje rood, zowel voor de wangen als voor de mond. Dan ga ik verder met de kleding. En ik hoor wel eens van, ja, goh, ik kan niet zo heel goed tekenen. Het is eigenlijk heel een kwestie van heel veel oefenen en ook vooral echt gewoon heel veel doen. Ik kon het begin ook niet tekenen en ik ben blijven oefenen en ik merk wel dat ik gewoon elke keer beter word in mijn tekeningen. Ik
kijk vooral niet wat andere mensen maken. Hè. Dus soms laten we ons ook beïnvloeden door de perfectie van andere illustraties, CQ-tekeningen. Maar kijk gewoon naar jezelf en wees ook gewoon trots op jezelf met het bereikte resultaat. Wat je ziet tegenwoordig natuurlijk met de opkomst van iPads, dat er heel veel digitaal getekend wordt. En het ziet er natuurlijk heel super mooi en strak uit. Maar ik ben eigenlijk iemand, ik hou van tekeningen die met de hand gemaakt zijn. Ik vind digitale tekeningen heel mooi, maar je ziet gewoon dat het heel strak en perfect getekend is. En ik vind gewoon in de handgemaakte tekening zie ik vaak nog de kleine oneffenheden. En dat vind ik gewoon super leuk om te zien. Dan ga ik verder met de achtergrond. Ik heb inmiddels de ogen blauw geverfd en de wenkbrauwen zwart. En de achtergrond ga ik geel maken. En dat doe ik eigenlijk gewoon met verschillende losse streken. Een achtergrond hoeft niet per se effen strak te zijn. Maar met losse penseelstreken kun je gewoon een leuke achtergrond maken. En dan voel ik ondertussen natuurlijk of mijn tekening al een beetje droog is. En dan ga ik mijn potlood erbij pakken. En dan ga ik de lijnen overtrekken. Gewoon met zwart potlood. Het kan natuurlijk ook met fineliner. Net wat je in huis hebt. En ook de kleding trek ik gewoon keurig over met mijn potloodjes. En zo zien jullie al het ontstaan van de vrouw die we net getekend hebben. Dan ga ik de Posca stift erbij pakken. Posca stiften zijn natuurlijk acrylstiften die je eigenlijk overal kunt gebruiken. Maar je kunt ook gewone stiften gebruiken natuurlijk. Ik doe wat krijt en wat met zwart strepen in het haar. En Posca stiften heb je in verschillende maten. Heb ze van 0,1 tot 7 mm. Dus kijk altijd even bij de aanschaf van acrylmarkers wat de dikte van de punt is. Ik weet dat Action heeft inderdaad ook acrylmarkers, maar die hebben wel een behoorlijke dikke punt. Dus hou daar rekening mee. En ook voor de achtergrond maak ik eigenlijk gewoon korte bloemetjes met bladeren. En op deze manier combineer ik de verschillende materialen die ik in huis heb. En ik hoop dat het deze zomer er gewoon heel mooi weer is en dat we gewoon nog heel veel kunnen tekenen. En dat doe ik het liefst, gewoon lekker aan de waterkant zitten en tekenen. En dit is natuurlijk het eindresultaat geworden van ons meisje. En ik hoop dat je wat tekeninspiratie hebt opgedaan. En wil ik je natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week bij een nieuwe creatieve video.